Hallo, ik ben Ann en ik wil jullie een beetje vertellen over hoe etiketjes of etiketjes 18 plus een lezing online, hoe dat, dat eigenlijk in zijn werk gaat. Etiketjes en etiketjes 18 plus zijn twee boeken die ik een aantal jaren geleden geschreven heb en waar ik tot voor niet zo kort um, een, uh, een aantal keren per week het land mee rondreisde om daar lezingen en vorming rond te geven. Natuurlijk heeft onze... Welbekende corona daar een grote stok voor gestoken en komt de vraag nu van, we kunnen niet blijven uitstellen. Wel daarom deze gezellige etiketjes online ruimte, waar we samen uh, lezingen kunnen doen. Wat gebeurt er in een lezing? We zullen beginnen bij etiketjes. In een lezing etiketjes vertel ik eerst mijn verhaal, hoe het komt dat uh, het uh, thema ontwikkelingstoornissen eigenlijk een domein is waar ik nu werkzaam in ben. Um, wat dat, dat inhoudt en een stukje ja, wat mijn ervaringen daarin zijn. We gaan dan natuurlijk samen ook, ik zal het meteen doen, dan zien we het. We gaan daarom samen ook eh, naar wat, wat beeldmateriaal kijken. Maar meer nog, we gaan samen ook, want het blijft niet alleen bij mijn verhaal natuurlijk, nee, nu wordt het pas echt interessant. We gaan samen ook eens kijken in, in het brein. Ik kan niet zo goed tekenen, maar goed. We gaan eens kijken van oké, okay, wat is nu zo een ontwikkelingsproblematiek? We gaan ook kijken naar de ontwikkeling van een kind. Van baby tot jong volwassenen. Wat gebeurt er dan allemaal? En waar moeten we dan al die, 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 die problemen, zullen we maar zeggen, die samenhangen met ontwikkelingstoornissen. Waar moeten we die juist situeren? En, en wat betekent dat nu allemaal? Maar daarnaast gaan we ook kijken naar. Um, hoe komt het nu dat mensen eigenlijk ontwikkelingstoornissen als etiketjes bestempelen? Wat is dat dan, een etiket krijgen, een diagnose krijgen? Welke gevolgen heeft dat voor een gezin? Hoe kunnen we die gezinnen daar misschien in bijstaan? Waar zitten misschien nog heel veel misverstanden rond diagnoses zoals ADHD, ADD, la tourette, autisme? En, en wat kunnen we daar samen met z'n allen misschien rond doen? En niet alleen ik ben aan het woord, want ik maak natuurlijk ruimte voor jullie vragen die je dan hier in een, in een chat zelf kan invullen en dan antwoord ik op die vragen. Dat gebeurt dus allemaal online. Ik bezorg de organisator een link waarop je op het afgesproken uur en tijdstip kan inloggen. Je hoeft niks te downloaden, je bent meteen in de wachtkamer waar iedereen verzamelt en waar we dan samen een paar uur gezellig rond etiketjes gaan werken. Etiketjes 18 plus is eigenlijk hetzelfde principe. Alleen gaan we hier kijken naar wat is uh, het gevolg voor diagnostiek bij volwassenen. Uh, heeft het zin om voor een diagnose te gaan? Uh, wat zijn dan de voor- en de nadelen daarvan? Hoe ervaart een koppel of het leven in een gezin het, het mogelijk hebben van een diagnose uh, bij een volwassene? Een beetje hetzelfde principe als etiketjes, maar dan. Op volwassen maat. Hetzelfde principe. Ik bezorg een link en samen op de afgesproken tijd en uur gaan we rond etiketjes aan de slag. Ik ben er helemaal klaar voor, zoals dat je ziet. Nu jullie nog. Tot snel.